Sinds jaar en dag wordt er tijdens bouwwerken vaak droogzuiging of bronbemaling toegepast. Grondwater wordt opgepompt om tijdelijk de grondwaterstanden te verlagen. Voor de bemaler is het cruciaal om een zicht te krijgen op de hoeveelheid water die verpompt wordt, op de werking van de pomp en op de grondwaterstand. De klassieke waterteller of debietmeter wordt vandaag al vaak ingezet om die hoeveelheden te meten. Met een onderdompelbare drukzonde kan het grondwaterpeil in een dunne pijlbuis gemeten worden. Maar hoe kan je nu de meetwaarde van die sensoren op een eenvoudige en betaalbare manier van op afstand bekijken? De Crodion Reporter is een draadloze module die de data van verschillende sensoren in real-time naar het internet verstuurt. De reporter heeft een simkaart en batterij aan boord en werkt als een autonoom losstaand systeem. Drukzondes en watertellers worden op de reporter aangesloten. In combinatie met bijvoorbeeld vacuümsensoren of een ultrasoonsensor. Voor elke sensor kan de gebruiker alarmlimieten instellen. Als de metingen die limiet overschrijden, dan stuurt de reporter een melding. Het toestel bewaakt de stroomtoevoer naar de pomp en kan de bemaler een bericht sturen als de stroom wegvalt. Om draadloze monitoring ook mogelijk te maken voor de kleinere bronbemalers en op kleinere werven, is het van groot belang om dit alles betaalbaar te houden. De reporter is breed inzetbaar in verschillende sectoren, wat een gunstig effect heeft op de prijs. Onder meer in de landbouw, industrie en infrastructuursector wordt hetzelfde toestel gebruikt. Bovendien is de reporter waterbestendig en UV-resistent en dus geschikt voor outdoor gebruik. De bemaler hoeft geen technische kast te voorzien, wat alweer een kostenbesparing betekent. Zowel de sensoren als de reporter bevatten industriële M12-connectoren. Gewoon opdraaien en de data verschijnt. Alle hardware van Crodion zijn standaard producten die zonder maatwerk kunnen worden ingezet vanaf één stuk. De missie van Crodion is om bedrijven van elk formaat te helpen om met data aan de slag te gaan.